Welkom bij de examentraining Elektromagnetische Straling en Materie. Dit domein wordt ook wel eens astrofysica genoemd. Gebruik de inhoudsopgave in de beschrijving van deze video om snel naar het deel van de video te gaan dat jij nodig hebt. En heb je vragen of opmerkingen, zet ze dan in de comments. In deze examentraining zal ik eerst vertellen wat er wordt getoetst, welke verbanden er zijn met andere domeinen. Ik geef een wat langere samenvatting en dan geef ik wat tips waar je op moet letten. Dus dingen die nogal snel misgaan. In dit domein werk je wel eens met de logaritme, dus ik leg uit hoe je de logaritme gebruikt om berekeningen te maken. En tot slot verschillende oefenopgaven. Pak dus alvast BINAS, papier, rekenmachine en pen om ook mee te doen met de oefeningen. Dit domein is E2 uit de syllabus, elektromagnetische straling en materie. Wat de syllabus is, dat leg ik uit in dit algemene filmpje, de algemene examentraining. Dit is de eindterm. De kandidaat kan in astrofysische en andere contexten de wisselwerking tussen straling en materie beschrijven en verklaren aan de hand van de begrippen atoomspectrum, emissie, absorptie en stralingsenergie. Wat voor verbanden zijn er met andere onderwerpen? Ten eerste gaat het hier over elektromagnetische straling, dat zijn golven, elektromagnetische golven. Dus je hebt het over golfsnelheid, frequentie, golflengte en het verband ertussen. Dat vind je in domein B1. Er is ook een verband met medische beeldvorming, want het gaat over fotonen, fotonenergie, elektromagnetisch spectrum. Gravitatie, vaak wordt dit gecombineerd met situaties waarbij je een planeet hebt rond een zon, sterren dus. Je vindt het vaak terug in dat soort vraagstukken. En tot slot kwantumwereld, daar zijn energieniveaus, absorptie en emissie van belang en dat komt hier ook weer terug. Elektromagnetische straling is de verzamelnaam voor alle elektromagnetische straling dus die beweegt met de snelheid van het licht in vacuüm. In stoffen gaat het wat langzamer, maar dat is verder hier niet van belang. Hier zie je een plaatje van al dat soort straling en je ziet dat je hebt dan zichtbaar licht, dat is een vorm van elektromagnetische straling met een bepaalde golflengte. Infrarood heeft een langere golflengte, röntgen, gamma hebben kortere golflengtes. Nou, alle voorwerpen die een bepaalde temperatuur hebben, gaan elektromagnetische straling uitzenden. Dat zie je hier en dat doen ze op een heel specifieke manier. Dat zie je in deze Planck-krommes, stralingskrommes. Dit worden ook wel zwarte stralers genoemd. De zon is bij benadering ook een zwarte straler. En je ziet dat bij bepaalde golflengtes de intensiteit een bepaalde waarde heeft. En dat volgt een hele specifieke curve. En de piek daarvan ligt bij een bepaalde golflengte. Dat wordt lambda max genoemd. Let op, dat is niet de grootste golflengte. Dat is de golflengte bij de grootste stralingsintensiteit, dus bij de top. Dan zie je ook dat hoe hoger de temperatuur een voorwerp heeft, hoe korter die golflengte wordt. Dat is de wet van Wien. De golflengte van bij de piek keer de temperatuur van het voorwerp is een of andere constante. Die vind je in BINAS tabel 7. Dan zie je ook dat die grafiek steeds groter, hoger wordt. Dus voorwerpen met een grotere temperatuur gaan steeds meer straling uitzenden. Dat is de wet van Stefan Boltzmann. En je ziet hier dat het vermogen van de bron evenredig is met de temperatuur tot de vierde macht. Nou, als je nou heel dicht bij een gloeilamp staat of een lamp, dan is die lamp heel fel. Als je er vanaf loopt, dan wordt die minder en minder fel. Dat is eigenlijk de kwadratenwet. Dus die zegt dat als je twee keer zo ver van een bron bent, dat de straling dan vier keer zo zwak is. Ik heb hier een plaatje van Betelgeuse. Dit is een telescoopopname van Betelgeuse. En met wat fantasie zou je zeggen, ja, ze zijn even fel. Die ster is even fel als een gloeilamp. Natuurlijk zijn ze niet echt even fel, maar hun intensiteit is even fel. Hun vermogen per vierkante meter. Dat komt omdat we dicht bij de lamp staan, maar ver van de ster. En dat wordt dus uitgedrukt in de kwadratenwet. Dat geldt alleen maar voor puntbronnen die in alle richtingen uitzenden. Hier zie je een laser. Dit is het observatorium in Chili. En je ziet dat er een laser wordt gebruikt. Waarom, doet er niet toe, maar deze straling waaiert niet uit in alle richtingen, maar die blijft ongeveer even breed. Dus daar geldt de kwadratenwet niet. Nou zijn er ook gassen die heet kunnen worden en straling gaan uitzenden. En dan krijg je niet een continu spectrum, zoals je hier bovenin ziet, maar dan krijg je een lijnenspectrum, zoals je daaronder ziet, voor waterstof, helium, natrium enzovoort.
Nou, dat ontstaat doordat, dit is voor waterstof, doordat dat atoom kan alleen maar in bepaalde energietoestanden zijn. En als het van een hogere aangeslagen toestand terugvalt naar een lagere, zoals hier, dan zendt het een foton uit. En dat komt precies overeen met de rode lijn die ik hier wat dikker heb gekleurd, hier rechts. Links voor jullie dus. Die lijn die bevindt zich dus bij een heel specifieke golflengte. En dat is precies dezelfde golflengte als die waterstof zou kunnen absorberen. Dus een absorptie- en een emissielijn die liggen bij dezelfde golflengte. Nou, als je dat dan in het lab doet, dan weet je dus van een spectrum kun je dus bepalen, oh, er zit waterstof in. Dus zo kun je de samenstelling van sterren bepalen. Maar er gebeurt nog iets anders geks. Als een ster van je afbeweegt en hij heeft zo'n absorptielijn van waterstof, dan zal die niet meer bij deze waarde liggen, maar let op, dan verschuift hij een beetje naar rood. Dus dit is rood verschoven en dat gebeurt dus bij voorwerpen die van je afbewegen. Beweegt dat voorwerp naar je toe, dan zal die lijn de andere kant op bewegen naar het blauw en dat heet dus ook blauw verschoven. Dat is het Doppler-effect, de formule vind je in BINAS. Nou kun je alle sterren karakteriseren door hun temperatuur en hun lichtkracht, dus hun vermogen. Dat is P, vermogen, maar daar wordt verwarrend genoeg ook de letter L voor gebruikt. En dan krijg je een Hertzsprung-Russell-diagram. Horizontaal zie je de log van de effectieve temperatuur en die neemt toe in die richting. Dus dat is omgekeerd dan je normaal gewend bent. En verticaal heb je de log van de lichtkracht van die ster ten opzichte van de zon. En dat neemt toe naar boven. En dan zie je dus dat de sterren allemaal, ja, die zitten niet lukraak in het diagram, maar bij bepaalde clusters. Zoals bijvoorbeeld de hoofdreeks, dat zijn sterren die voornamelijk waterstof fuseren tot helium. En die zitten in de volwassen fase van hun leven. En je vindt witte dwergen in het diagram. En dat zijn sterren die zijn al ontploft en dit is het gloeiende deel dat er van overblijft, geen kernfusie meer. Dit koelt heel langzaam af. Nou, waar moet je op letten in dit domein? Ten eerste, de gegevens van sterren vind je in BINAS 32b en van de zon specifiek nog een aantal extra gegevens in BINAS tabel 32c. Zorg dat je voor de zon de effectieve temperatuur gebruikt. Die staat in die eerst genoemde tabel en niet de centrale temperatuur. Wat wij zien van de zon is de buitenkant, dus dat is een soort effectieve temperatuur. En de centrale temperatuur is veel hoger, maar dat is niet wat je direct ziet. Nou, er zijn twee stralen, R, in formules die je tegen zult komen. Zorg dat je ze niet met elkaar verwart. Ten eerste, in de kwadratenwet, dan gaat het om de afstand van jou tot de bron. En ten tweede, in de wet van Stefan Boltzmann, dan is het de straal van een ster of van een ander bolvormig voorwerp dat een bepaalde temperatuur heeft. Nou, bij rood- en blauwverschuivingen vergelijk je de waargenomen golflengte altijd met de golflengte van een stilstaande bron. En je meet ook alleen maar de snelheid naar de waarnemer toe of er vanaf. Maar een voorwerp dat voorlangs beweegt, dus dat niet van je afgaat of naar je toe gaat, dat heeft geen rood- of blauwverschuiving. Dus die component van de snelheid, die meet je niet. Oefen ook vooral het gebruik van BINAS. Ik heb hier maar twee BINAS-tabellen genoemd, maar voor dit domein zijn er heel veel BINAS-tabellen die je zult gebruiken. Dus zorg dat je weet waar je wat kan vinden. Oké, werken met de logaritme, dat zou ik nog uitleggen. In het Hertzsprung-Russell-diagram staat bijvoorbeeld de log van T effectief. Nou, hoe kun je dat vinden? Je vult die temperatuur in op je rekenmachine, je neemt de log en dan heb je het antwoord. Maar je moet ook terug kunnen. Log is logaritme. Een voorbeeld is dat de log van 100 is 2, want 10 tot de macht 2 is 100. Dus die log die zoekt eigenlijk de macht bij een grondtal van 10 om in dit geval 100 te krijgen. 10 tot de macht is het omgekeerde. Dus als je log t effectief hebt, hoe kom je terug? Dan moet je 10 tot de macht doen. Nou, bijvoorbeeld, stel je voor, je leest af in het Hertzsprung-Russell-diagram log t effectief is 3,4... Dan doe je 10 tot de macht 3 is 2512 en dat rond ik hier af als 2,5 keer 10 tot de derde Kelvin. Nou, de eerste voorbeeldopgave, oefenopgave. Stop steeds weer de video en maak hem dan eerst zelf, kijk hem dan na met behulp van mijn uitleg. Nou, voor die eerste vraag leg uit of de conclusie juist is. Dat zal ik even mondeling doen en niet in de presentatie zetten.
Er staat dus dat de bewering is de lichtkracht is het grootst. En iemand, het is de helderste ster. Kijk, wat helder is, is wat je direct waarneemt. Het ziet er fel uit. Helderheid heeft te maken met intensiteit, dus vermogen per vierkante meter. En ik gaf in de samenvatting al een voorbeeld met een gloeilamp in Betelgeuse. Dat zegt niet hoeveel straling er is uitgezonden, maar hoeveel jij ontvangt per vierkante meter. Lichtkracht is hoeveel er wordt uitgezonden totaal. Dus deze conclusie is niet juist. Wat is hier belangrijk in deze tekst? Dit getal, een ontvangen vermogen per vierkante meter. Let op de eenheid. Er staat wel vermogen, maar een vermogen per vierkante meter is niet een vermogen, dat is een intensiteit. Dan is die straal van Sirius belangrijk en de afstand tot Sirius. Ik zei net, er zijn twee soorten stralen. Nou, hier komt het al terug. We moeten de temperatuur gaan berekenen van Sirius. Nou is het handig om na te denken welke formules zijn er van dit soort voorwerpen waarmee je een temperatuur kunt berekenen. We hebben de wet van Wien en we hebben de wet van Stefan Boltzmann. De wet van Wien kun je niet gebruiken, want we weten verder niet het spectrum. We weten niet hoeveel straling deze ster uitzendt bij verschillende golflengtes. We moeten dus met de wet van Stefan Boltzmann aan de gang. Ook wordt in de opgave de straal van de zon genoemd, dus zoek die eerst even op. Dat is altijd makkelijk om dat soort dingen eerst te doen. En reken daarmee de straal van Sirius uit. Nou, ik zei al, de wet van Stefan Boltzmann moet je hier gebruiken. Dit is de wet van Stefan Boltzmann. Ga dan systematisch naar wat weet je, wat wil je weten en wat moet je dus nog vinden. We moeten dus het vermogen van de bron zien te vinden om daarmee de temperatuur uit te kunnen rekenen. Het oppervlak hangt natuurlijk af van de straal van Sirius A. Dat is ook weer een eerste logische stap. Doe dat eerst. Reken de oppervlakte van de ster uit. Nou, dan moet je bedenken dat ja, we hebben nog een afstand niet gebruikt. Dat heeft te maken met de kwadratenwet. Per vierkante meter ontvang jij een hele kleine stralingsenergie van deze ster. Maar die ster heeft straling uitgezonden in alle richtingen. Dus al die vierkante meters bij elkaar, dat is de kwadratenwet, dat geeft het totale vermogen van deze ster. Biedenstabel 35B2 geeft de kwadratenwet. Wat staat hier nou eigenlijk? De intensiteit, vermogen per vierkante meter, keert het oppervlak van een bol die een straal heeft van jou, van de afstand van de aarde tot Sirius A. Nou, als je dat uitrekent, dan kom je op een ontzettend groot vermogen. Dat vul je in de wet van Stefan Boltzmann en dan kom je op deze temperatuur. Je krijgt een punt voor het alleen maar het opzoeken van de straal van de zon. Het gebruik van de wet van Stefan Boltzmann, het gebruik van de kwadratenwet en het completeren. En dat zijn dan 4 punten. Nou, deze opgave gaat nog verder met deze vraag. Maak hem eerst zelf en kijk hem daarna naar. Wat is nou belangrijk hier in de tekst? Het totaal ontvangen vermogen weet je. En je moet een aandeel berekenen. het vermogen is gevraagd, de intensiteit is gegeven. Dus zorg dat je dezelfde eenheden met elkaar vergelijkt. Daarmee bedoel ik dus, je kunt kijken naar intensiteit watt per vierkante meter. Zorg dan dat je dus per seconde naar de energie kijkt per vierkante meter. Als je die eenheden gelijk houdt, dan gaat dat goed. Nou, het vermogen is eigenlijk het aantal fotonen per seconde keer de energie per foton. En het aantal fotonen moet je uit die grafiek zien te schatten. Nou kan je alles gaan optellen, al die stokjes bij elkaar optellen. Hè, dat laatste stokje is bijna 16.000 hoog. Nou, dat is heel veel werk. Kijk naar het gemiddelde. Het zijn er ongeveer 10.000. Stokje. En het zijn 40 stokjes, dus dat is 40 keer 10.000. Maar dat is per centimeter, per vierkante centimeter. Dus dit moet je nog vermenigvuldigen met 10 tot de 4 om naar vierkante meter te gaan. En de energie van een foton vind je met deze formule. Nou, de golflengte wisselt natuurlijk hier weer, maar het gaat om een schatting. En je kunt dus best wel uitgaan van het midden, dus 140 nanometer. En dan vind je dit vermogen. En het totale vermogen, ontvangen vermogen, was al gegeven. Dit wat je nu hebt uitgerekend is alleen maar tussen 120 en 160 nanometer. Dus als je dat op elkaar deelt is het 5%. Je krijgt een punt voor het schatten van het aantal fotonen. Het gebruik van de formule voor de energie van een foton. Het completeren van die berekening van het vermogen van het deel dat je in de grafiek ziet. En het vinden van het aandeel. Dus 4 punten totaal.
Nou heb ik zelf nog even een alternatieve vraag erbij gedaan. Dit is dus vraag 2x, een vraag die niet bestaat. Maar probeer hem eens te beantwoorden met behulp van deze figuur. Ik vraag hier om een temperatuur en een stralingskromme is gegeven. En er staat ook dat je moet uitleggen dat de temperatuur lager is dan een bepaalde waarde. Nou, als je een temperatuur moet vinden, dan kun je dus de wet van Stefan-Boltzmann gebruiken, dat hebben we net gedaan, of de wet van Wien. Maar dan moet je dus de piekgolflengte weten, de golflengte bij de piek van de stralingskromme. Nou, als je hier in de grafiek kijkt, dan zie je dat die langzaam toeneemt en ja, je ziet niet of die weer gaat dalen. Dus we hebben de golflengte van de piek hebben we nog niet. Ik heb er voor de duidelijkheid eventjes de grafiek uit BINAS bij gepakt. Dit zijn de stralingskrommen uit BINAS. Dus naar welk gebiedje zit je eigenlijk te kijken? Dat is dit hele kleine gebiedje aan het begin van de grafiek. En je ziet dat die daar omhoog gaat en de piek is er nog lang niet. Nou, dat kun je in de stralingskrommen die ik heb gegeven wat minder makkelijk zien. Maar je weet zeker dat de piek er nog niet is. Die ligt dus bij grotere golflengtes. Dan gebruik je de wet van Wien. En die zegt dat het product van die golflengte bij de piek keer de temperatuur gelijk is aan de constante van Wien. Nou, die ligt dus bij grotere golflengtes dan 160 nanometer. De lambda max is dus groter dan dat. En dat vul je dan in de wet van Wien. En dan kom je dus op een temperatuur uit 18.000 Kelvin als je het gelijkteken neemt. Maar de golflengte was eigenlijk groter. Dus je deelt door een groot getal en de temperatuur ligt dan dus lager. Misschien herinner je nog dat je in de eerste opgave hier hebt uitgerekend dat de temperatuur afgerond 10.000 Kelvin was. Het was 9.900 Kelvin. Nou, dat is inderdaad lager en wel dezelfde orde van grootte zo ongeveer. Dus dat komt aardig in de buurt. Nou, je zou hier een punt hebben gekregen van mij voor het inzicht dat de piekgolflengte bij groter dan 160 nanometer ligt, het gebruik van de wet van Wien en dan het trekken van een conclusie. Dan een laatste opgave die ik heb uitgekozen heet In de zon. Ik heb de eerste vraag van dit vraagstuk al in de algemene examentraining voorbij laten komen. Ik kies er nu alleen maar even wat vragen uit die van belang zijn voor dit domein. Wat je moet weten van deze opgave is dat het gaat over zonnebrandcrème. En zonnebrandcrème moet straling met een korte golflengte, dus UV-straling, absorberen. Dus eigenlijk liefst natuurlijk alles in het UV moet het geabsorbeerd worden. Dat is het enige eigenlijk dat je nodig hebt voor deze vraag. Maak hem weer zelf en kijk hem dan na. Nou, wat is hier het antwoord? Je wil natuurlijk zoveel mogelijk straling absorberen. Dus niet alleen maar specifieke golflengtes, wat je zou krijgen bij bijvoorbeeld een waterstofspectrum. En dat hoort bij het energieniveauschema helemaal links. Maar je wilt allerlei golflengtes absorberen. Nou, en bij zo'n bandgap spectrum heb je dus heel veel energieniveaus dicht bij elkaar liggen. En er zijn dus heel veel verschillende overgangen mogelijk met allemaal net een iets andere energie. Er hoort net andere golflengtes horen daarbij. En dus absorbeer je hier veel meer. Dat is het voordeel van een stof met een bandgap. Nou, de vraag gaat dus verder over die absorptie van energie. Ik heb het een beetje samengevat, ingedikt, zodat het op een schermpje past. Maak hem jezelf en kijk hem dan na. Oké, je moet uitleggen met een berekening welke stof hier geschikt is. En we weten hier de bandgap energie. En je wil dus UVB absorberen. Dat vind je in BINAS tabel 19 uit mijn hoofd, 19B denk ik. Daar vind je de golflengtes van UVB. En je mag geen zichtbaar licht absorberen. Nou, dat moet je dus zien te vinden. En dan moet je ook uitleggen waarom de andere stoffen niet geschikt zijn. Een van deze stoffen is dus geschikt. Nou, reken eerst de energie in joule om naar golflengte. Dit is de formule daarvoor. Maar dan moet je dus EV naar joule omrekenen, dat in de formule invullen. En dan vind je deze drie golflengtes voor de drie stoffen, van boven naar beneden. Nou, alles met een kortere golflengte, dus meer energie, dat wordt geabsorbeerd. Dus bijvoorbeeld voor galliumoxide, daar staat een bandgap energie van 4,4 elektronvolt. Als een foton 4,3 elektronvolt heeft, dan wordt dat niet geabsorbeerd door galliumoxide. Of in golflengtes dus uitgedrukt, als de golflengte korter is dan 282 nanometer, dan wordt dat wel geabsorbeerd. En is het langer dan 282 nanometer, dan wordt het niet geabsorbeerd. Dus net andersom, hè? Dat komt door die formule, doordat je deelt door de energie of de golflengte. Dus galliumoxide,
dat valt af, want daar moet je echt een hele hoge energie voor hebben. En dat absorbeert niet alle UV. Dat kun je dus in binnenstabel 19b vinden, welk stukje UV het wel of niet absorbeert. Zilveroxide is ook niet geschikt, want dat absorbeert ook zichtbaar licht. Zichtbaar licht dat zit in dit gebied, 1,5, 2, 3 elektronvolt. En wat is dus wel geschikt? Titaandioxide. Dat absorbeert wel UV en geen zichtbaar licht. Dus die gap-energie is net hoog genoeg, zodat het buiten het zichtbaar licht valt, maar UV meepakt. Je krijgt hier een punt voor het gebruik van deze formule. Het inzicht dat de energie meer moet zijn dan die bandgap-energie. Ik heb het hier in golflengte opgeschreven, maar het gaat om die energie. Dat was al voldoende geweest. Dan een punt dat je snapt welke golflengtes wel geabsorbeerd moeten worden. Dus waar dat UV precies ligt, waar het zichtbaar gebied ligt. Dus dat het moet blijken uit jouw antwoord, dat jij snapt welke golflengtes wel en niet geabsorbeerd moeten worden. En dan een uitleg waarom welke stof wel geschikt is. Dus dat waren dan de 5 punten die je hier kon halen. Dat was alweer de examentraining, elektromagnetische straling en materie. Ik hoop dat die geslaagd is en ik wens je heel veel succes bij het examen.